Bij de laatste vraag 1.8 ga ik je niet alles uit de doeken doen, ik ga niet de hele oefening maken. Het gaat erom dat je de afbeeldingen gaat samenvoegen en zoals je weet gaan we werken met verschillende lagen, zodat iedere afbeelding eigenlijk nog achteraf zelf kan veranderd of aangepast worden. Je weet dan dat je het gaat moeten opslaan als een PDN-formaat of in het PDN-formaat. Dus ik ga eens eventjes kijken. De standaardfoto waar we van vertrekken is die van het woonhuis. En bijvoorbeeld die van het logo mag er bovenop komen. Die zal ik al doen. En ook deze van het strand, omdat we deze een transparant of semi-transparant gaan maken. Dus dat gaan we even doen. Ik ga de foto-oplossing van het woonhuis gebruiken. Openen. Dit is de achtergrond van het woonhuis. Ik kan achtergrond ook veranderen in woonhuis. Zo. Je weet altijd dat je een laag kan uit- en aanschakelen met dat vinkje hier. Dus mijn volgende foto die ik wil gaan openen is die van het logo. Eens eventjes kijken, hebben wij die transparant gemaakt? We gaan dat zien. Ja, als we het danbordpatroon zien, weten we dat we hem transparant gemaakt hebben. En ook nog de foto eventjes openen van het strand. Daar is die. En deze twee ga ik nog bijplaatsen op mijn woonhuisfoto. Altijd als eerste een nieuwe laag maken. Ik ga deze nieuwe laag logo noemen. Oké. Ik ga mijn tweede afbeelding hier terug aanklikken. Ik neem mijn selectie tool. Ik duid alles aan. Er zijn mensen die graag de functietoetsen Ctrl A gebruiken of de combinatietoets Ctrl samen met A, Ctrl All. Hetzelfde kan je als alles goed is ook via bewerken alles selecteren. Je ziet daar hier ook Ctrl A staan. Het geeft jezelf het effect. Nu kan ik dat hier gaan kopiëren. Ik ga naar mijn originele afbeelding. Ik zit in de laag logo. En ik ga dat plakken. Ctrl V of hier plakken. Je ziet dat het logo veel te groot is. Wat ik je in een vorige video reeds uitgelegd heb. Als je hier de vulgrepen gebruikt. En je doet dat los. Zo. Zonder een andere functietoets te gebruiken. Zonder een andere toets te gebruiken. Dan kan je het logo ook vervormen. Dat wil zeggen dat we de verhoudingen niet meer bewaren. Wil je echter de verhoudingen bewaren, wat je altijd moet doen als je een foto verkleint of vergroot, zeker als het een logo is, is de Ctrl-toets gaan, de Shift-toets gaan indrukken. En nu heb ik de Shift-toets ingedrukt en als ik nu ronddraai met mijn muis, dan zie je dat hij altijd de verhoudingen gaat bewaren. Dus ik laat hier ongeveer los. Oei, ik heb te snel mijn Shift-toets losgelaten. Zo. En ik ga die op de juiste plaats zetten, bijvoorbeeld hier bovenaan. Die gaan we loslaten, dat doe ik zo. En het strand gaan we nog toevoegen, dus hier duid ik het strand aan. Ctrl C of kopiëren, zoals je hier ziet. We gaan naar het woonhuis, maken een nieuwe laag. We noemen die laag strand. Voilà, oké. En ik ga die plakken. Oei, blijkbaar had ik het strand niet meer gekopieerd, dus we gaan dat opnieuw doen. Kopiëren, ik ga naar het woonhuis en het strand ga ik die plakken. Zo, ik ga die naar de juiste plaats slepen. Ook deze weer wat verkleinen. Laat los. Wat is nu het verschil nog met het gevraagde uit de cursus? Hier zie je dat het strand wat transparant is, wat doorschijnend is. Dat zie je hier misschien al. Ik ga de dekking wat aanpassen, ik ga die verminderen. En dat gaan we doen door op onze laag te dubbelklikken. En we zien hier dat de dekking nog maximaal is, 255. Je gaat zien als ik dat verminder, hoe lager dat ik dat zet, hoe beter dat de andere tekening erdoor komt. Het geeft soms hele mooie effecten als je dit gaat toepassen. Dus ik zal hem eens eventjes op 150 plaatsen, dan zie je zeker de ondergrond of de achtergrond van het woonhuis komt er duidelijk door. Ik druk op OK. Stel dat ik de foto wil bewaren met mijn verschillende lagen, dan ga ik natuurlijk altijd moeten kiezen voor bestand opslaan als... Mij stelt het hier zelf voor, paint.net formaat. Ik druk opslaan en mijn foto is bewaard. Ben je er wel van bewust dat als je een foto opslaat in het PDN formaat of het paint.net formaat, dat het enkel openbaar is in het programma paint.net, dat je het niet kan gebruiken om in te voegen bijvoorbeeld in een Word document of in een Writer document. Dus PDN is enkel te openen met paint.net.